de boot is de wiel. Daar is allebei. Het is een app die en hij kan het op het land, hij kan het water landen. De Consolidated PD-Wi-Fi Catalina. Het is heel bijzonder ontwerp. De onderkant kunt u duidelijk zien, hij draait hier de baan op. Hier de onderkant in het land van het boot, daar landt hij op zijn buik op het water. Er zijn wielen ingetrokken. En aan het uiteinde van de vleugels ziet u een soort pontons. Die zijn hier ingetrokken, opgeklapt. De motoren zitten eigenlijk in een soort parasoldekker van de stad. En de vleugels zitten eigenlijk op een soort statief. Bovenop de rond, heel hoog. En dat is om die motoren zo ver mogelijk weg te houden bij het water. Want als hij als een boot in het water ligt en een beetje hard gaat, dan stapt het water omhoog. En water en motor gaat niet heel erg goed samen. Nou, die wielen kunnen dan ingetrokken worden aan de zijkant. Dat zie je hier op de schermen bijvoorbeeld. Een ingenieus systeem waarbij die zijwaarts ingetrokken worden. En ja, die is in de boot. Dus dat is dan. En die is de Catalina. We gaan zo kijken naar een mooie demonstratie. Zo'n vloekpot hoor. Fokker Vorwärts, Flugport Ischgrad. Das war schon, danke. Ja, het wordt gesproken door twee vliegers, zoals op de vliegtuigen tegenwoordig natuurlijk. Adrian Dros is de captain en Menno Kroon, maar ook in de slag om de Javazee. Ah, hier ziet u de, hier komen die floats op de vleugelpunt naar beneden. Dus dat, en je moet, dat is heel grappig, want als je landt op het land, dan geldt de regel, land is er zelf uit, floats in. Als je landt op het water, geldt de regel, floats uit, land is er zelf in. Als we opkeert, dan moet het zelf uit. Die Musik ist das so Flugzeug wieder unpassend. De Consolidated PD-Wi-Fi 5A